Rolkoffers vol met briefgeld werden in het najaar van 2019 in verschillende woningen in de stad gevonden. Het bleek om bijna 13 miljoen euro te gaan. 7 verdachten werden opgepakt. 4 van hen uit Colombia en Albanië stonden vandaag voor de rechter. Ze zouden deel uitmaken van een crimineel drugsnetwerk en geld witwassen. Er wordt van de verdachte verlangd dat hij een verklaring geeft over deze geldbedragen. En eigenlijk hebben geen van de verdachten een concrete, maar ook verifieerbare verklaring afgelegd die het Openbaar Ministerie kon onderzoeken. De verdachten zwijgen namelijk vooral. Natuurlijk maakte zoveel geld veel indruk bij mij. Alleen ik weet niet van wie dat geld is en waar het vandaan kwam, dat weet ik niet. Dat er weinig wordt verklaard lijkt ook door angst te komen. Ik zal uitleggen voor zover mijn leven niet in gevaar komt te staan. Het lijkt ook alsof het niet helemaal goed met u gaat. Heeft u een probleem? Het gaat goed, alleen geschrokken door de hele situatie en ik heb wel last van de maag. De verdachten ontkennen deel te nemen aan een criminele organisatie. Toch werden er celstraffen tussen de 5 en 7 jaar geëist. De hoogste straf voor de vrouwelijke verdachte. Uit alles blijkt dat zij de touwtjes stevig in handen had. Zij is de 53-jarige Maria P. uit Colombia. Zij wordt gezien als de leider van de bende, omdat zij door andere verdachten genoemd werd La Madre. Maar volgens de advocaat is zij niet meer dan een loopvrouwtje. Ze werd door anderen La Madre genoemd en ook wel Rubia, want ze heeft blond haar. En dat heeft in Colombia en die cultuur te maken, als je wat ouder bent, dan word je papa genoemd of ook wel Madre. Dat is eigenlijk een aanduiding alleen voor de leeftijd. Toch zou La Madre de koffers met al het geld hebben vervoerd van een vakantiepark in Zuid-Limburg naar Amsterdam. Het geld was in een vakantiehuisje in de beschikkingsmacht van Albanese. De Albanese komt het huisje uit, de slagboom gaat over, de kofferbak gaat open en dichte koffers worden gezet in de Mercedes. Vervolgens zijn mevrouw ook verklaard, is zij gereden naar Amsterdam, naar die Erik Salomonstraat, dan wel de Valkenburgstraat. Daar staat de Albanese meneer Doerda op te wachten, de kofferbak gaat open, de chauffeur helpt mee. En de koffers gaan met meneer Doerda in het huis van meneer Doerda. En zij wist en niet Albanese, dat er geld in zat? Zij betwist dat zij wist dat er geld in zat. Wij vinden dat niet aannemelijk omdat we ervan uitgaan dat een dusdanige criminele organisatie dit soort grote geldbedragen niet zomaar aan handen geeft aan iemand die geen enkele wetenschap heeft van de inhoud van de koffer. Vindt u dat zo schuldig dan, koffers vervoeren? Ik zou wel willen weten wat erin zit. U bent Nederlandse, maar mijn cliënt is Colombiaanse en dat heeft ze ook op de zitting gezegd. In mijn cultuur is het niet passend om dan te vragen wat erin zit. Maar waar komt het geld dan vandaan? Het zou kunnen zijn dat dat met drugs te maken heeft. Ik word niet beschuldigd van drugshandel. Ik ga dus ook geen antwoord geven. In eerste instantie waren er wel aanwijzingen voor de handel in drugs. En dat bleek eigenlijk uit kasboeken waarin prijzen met coke eigenlijk werden genoemd. Er werd versluierd taalgebruik gebruikt. Verschillende opgenomen gesprekken en tapgesprekken bleek dat het mogelijk ging om de handel in harddrugs. Maar uiteindelijk is geen van de verdachten ooit met verdovende middelen aangetroffen. En daarom heeft het Openbaar Ministerie besloten om die verdenking te laten vallen. Dat blijft dus een vraagteken. Op 7 september doet de rechtbank uitspraak en de 12,8 miljoen die gaat naar de staatskas.